Ik kom je zo helpen, schatje. Nee, dat is te klein. Dan ben ik dus zo klein. Dan ben ik dus veel van. Mini, 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 mini. Dan moet ik nog meteen gaan staan. Dat gaat maar niet uit. Ik moet zijn. Ja, maar jij bent groot. Nee, oh zo. Of nu zo. Ja. Zo. Nee, niet zo met de lucht. Nou, dat is mini, 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 mini. 1, 2, 3. Je bent vandaag een unicorn. Ja! Yeah! Hey! Kijk, Marloer en Lucille. Hi! Hollywood, van ons klussen. Hoi, ik ben Goedemorgen, welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij zijn nog steeds op vakantie bij Landal het Loo. Maar helaas, pindakaas, het is vandaag onze laatste dag. Ja. Dus ja. Het is... Inpakken en misschien nog niet helemaal wegwezen. Misschien kunnen we nog leuke dingen doen. Het ontbijt werd heel zachtjes bezorgd. En toen werd er zo... Hoorde ik? Net als we wakker. Maar we gaan even lekker het laatste ontbijtje. Ja, we zitten alweer aan het ontbijt. Hier zit Luxie aan het ontbijt. Goedemorgen, schatje. Ik heb een lekker balletje. Ja, Luxie, lekker balletje. Mama, kan je mee? Ja. Ik kom jou helpen. Kijk, Lucilla is hier al heel erg goed in de smererij. Ja, schatje. En goedemorgen, jongen. Mogen hier ook een paar verjaardagspeeltjes? Ja hoor. Luan is alles in het inpakken, want we hebben natuurlijk heel wat verjaardagspulletjes. Maar we gaan eerst eten, Lu. Kom. Heb je een babytje? Nee. Het babytje met een baby. Oh, het babytje gaat in het broodje. Wat doe je nou? Gaat het babytje in het broodje? Ja, Woezel en Pip die huppelen daar buiten rond. De slingers zijn weer van het plafond. En nu alles in de tassen. In de auto gepakt. Maar gaat het passen, jongens? Ik ga de auto even ophalen. We hebben veel meer terug dan dat we heen hadden. Ja. Het wordt een leuk puzzelen. Dat wordt puzzelen. Nou ja, huisje, we gaan je missen. We hebben ontzettend van je genoten. Kijk eens, hallo Bollo. Zeg je bedankt, Bollo. Ja, was super, hè? Stella, hem maar knuffie. Kijk eens. Kijk eens, daar is mama. Wat lukt ie? Nou, huisje leeg, auto vol. Ze hebben een dag, knushuisje. We hebben van je genoten. Hallo, Stella, leven jullie het pasje in van het huisje? Ja. Oké, even uitchecken. Kijk eens. Zo, nou in de ruil voor het pasje van de woning. Kijk, dan een cadeautje van Ballen. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Nou, we hebben net wel leuk uitgecheckt, maar kijk, we hebben hier nog een midgetkolven. De kinderen willen nog heel graag een midgetkolven. Dus we gaan nog eventjes een balletje slaan, papa. Het is nog lekker weer, het is nog droog. Luxie doet even haar slaapje. De hondjes die heb ik hierbij. En we gaan hier even een potje met je kolven. Nu al en Lucilla zijn al op de baan. Kijk, ze hebben nummer 1 al gevonden. Nummer 1. En Luan, hou jij de puntenscore bij? Ja. Kijk, Luan die heeft de spelregels aan het scorebordje. Lucilla heeft een heel mooi roze stikje gekregen. Past mooi bij de outfit. Want je bent vandaag een unicorn, hè, Lucilla. Ja, andersom. Andersom. Ja, zo ja. Even ja. Met de armpjes. Kom eens hier. Papa jou leren? Oh, bij de vis. Oeh, Woezel gaat er bijna achteraan.
gewonnen. Ja hoor, ze hebben het hartstikke goed gedaan. Maar papa, ik had Kers met één bowlingbaan, één. Ja. Oh, één okay, één ja, ja. Hole. Ja, het was geen bowlingbaan. Hole in one. Hey, kijk, hij had hole in one. Zo. Ja. Kijk, daar ging hij recht. En daar zitten twee stenen en daar in de midden was een holletje. Cool. En toen, kijk, toen ging ik zo. In één keer. En toen ging ik tegen die steen aan botsen en toen net in dat holletje. Ja. Hole in one. Dus ik had één. Cool. We gaan van het balspelletje Midgetgolf gaan we door naar binnen. Want daar hebben we ook nog een leuk bowlingspelletje. Wat we daar gaan doen. Het is niet zo heel erg druk op het park. Dus we hadden wat ruimte om hier nog wat leuke dingetjes te doen op de dag dat we vertrekken. Dus we gaan nog even lekker naar binnen een bowlingballetje gooien. En Luxie is inmiddels wakker, dus ik kan ze meedoen. En zo nog even denk ik een lunchje pakken of zo. Voordat we weer echt vertrekken naar huis. Is Luxie weer wakker geworden? En Luxie heeft een lekker slaapje gedaan. Ja, nou, en dan lopen we hier weer naar beneden toe. Met de lift op naar de bowlingbaan. Hier achter ons is de bowlingbaan. Maar we moeten dan even wachten. De kinderen die zijn alvast bij het indoor speelgebeuren aan het spelen. Gaan we eens even kijken waar Leon en Lucilla zijn. Hier ergens moeten Leon en Lucilla zijn. Hi, mama. Hallo. Klimmen ze doorheen. Mama trapt hem af. Wij zijn baantjes. Oranje. Oeh. Oeh. Nog twee eraan. Jij mag zo ook, Luxie. Is dat ook op de rug? Ja, wacht maar. Luxie is zometeen ook, mami. We hebben nog even de andere twee. Moes en Pip willen ook graag een balletje houden, maar dat kan niet, handjes. Nee. Ik vind het wel mooi met die discolampen, jongens. Nou, moeder. Focus. Klapper, klapper. Takaan, allemaal om. Wie is er nu? Nu is papa Daniel. Oh, ja! Ik ga voor balletje 7. Bal 7, oké. Okay. Ja, 8. Hartstikke goed, jongen. Oh! Ja! Ja, Luxie. Mooie Luxie. Oh, is hij weg? Kom maar, Jill. Nou, Lucilla. Nou ben jij in de beurt. 1, 2. Daar gaat hij. Yo! Ik mag nog een keer. Ja, je mag nog een keer. Pak maar weer een bal. Daar komt een roze bal. En welke kleur kiest ze nu? Ze gaat voor geel. Die is wat minder zwaar, hè? Ja, zeker. 3, 2, 1. Nou? Ik denk het niet. En? Nou, ja, Luxie, ja, die doet ook mee hoor. Ja, Luxie, die hoor. Kom maar, Luxie. Jammer. Dan gaan we Luxie zeggen. Luxie, strike voor de vlogs. Strike voor Luxie vlogs. Eet één. Ja, de Luxie. Nou.
Strike voor de vlog, zo Luxie. Ja! Ben je nou maar om? Tappy! Tappy! Ik heb twee nog Luxie. Kom Luxie. Daar gaan ze, Luxie. Precies allebei, daar gaan ze. Oh. Hey, de precies tussendoor, dat is knap. Dat is vakmanschap. Zo, nou, terwijl we even naar Luan kijken. Een beetje nog een stapje. Laat pas op. Oh, Luan gaat nu zonder bruggetje doen. Nou, dan willen we wel even kijken, vader. Absoluut. Ja. Rolt er zo in, hè, maar op, hè. Nou, geen één, of wel? Ja, de number one. Geen één. Knap. Nou, en de eindscore is geworden. Op nummer 1 staat... Papa. Kwik en Kak zitten weer op een rij aan de Bollo kleurplaat. Die gaan jullie ook wel missen, of niet? Ja. Iedere keer aan de Bollo kleurplaat. En hij blijft leuk. En ze willen niet naar huis. De auto zit al helemaal ingepakt en wel, maar ze willen niet naar huis. Nee, Boezel en Pippel ook niet. Luxie, mooie kleurplaat aan het maken. Ja, dat is Bollo, hè. Bollo en blauw ook. Luxie begint Bollo nou ook wel een beetje te herkennen. Dat is Bollo. Ja. Luxie vond Bollo in het begin een beetje eng. Ook vooral de eerste keren toen we überhaupt Bollo zagen, moest je niks van Bollo hebben. Maar inmiddels zwaait ze al wel naar Bollo en herkent ze ook al echt Bollo van de kleurplaatjes, zeg maar. Dan wijst ze met een vingertje en dan zegt ze die, die tegen Bollo. Alleen als Bollo te dichtbij komt, vindt ze het nog een beetje spannend. Maar goed. Wat gaan jullie het meeste missen? Mijn verjaardagsfeestje. Ja, dat was wel heel leuk. Ja, en van vandaag. Van vandaag. Ik ga het zwembad, hè? Dat was ook wel heel erg leuk, hè? En Sulla, wat ga jij missen? Wat ga jij missen, Lucilla? Sulla, wat ga jij... alles missen. En Luxie, wat ga jij missen? Ook alles? Alles. Ja. Mam, waar staat hier? Verhaaltje, broodje, vriendjes en vriendinnetjes. Hebben jullie zin om naar huis te gaan? Hebben jullie zin om naar huis te gaan? Nee, ook niet. Hé, hey, maar Luan, Sulla en Luxie, we kunnen wel vragen of jullie hier voor altijd kunnen wonen. En dan gaan jullie gewoon les krijgen bij de Bollo-school. Is dat een leuk idee? Ja, die is voor papa. Heerlijk. Dankjewel. Oh, heerlijk. Dankjewel. Nou, proost. Tot even op het afscheid. Op het afscheid. Proostie. 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 Op het mooie vakantie hier. Gaat wel mis hoor. Dat is een goed teken. We gaan het les. Ik zeg eens waarlijk een troost. Nou, en over het muurtje, over de lange muur. Weer terug. Smollywood. Dag. Dag mooie landadlo. We gaan je missen. En we zijn weer home, sweet home. Och. Oh. Kijk eens de sleutel, man. De sleutel van ons knussenhuisje. Thuis. Ons knussenhuisje. Ah, home sweet home. Ja, dit is thuis, hè? Dit is thuis. Heerlijk. Kijk, je eigen bank. Ja. Die heb je gemist, hè? En nu bij de slaapkamer kijken. Ja, je hebt de slaapkamers gemist. Nou, wij gaan alles uitpakken, hè? Ja. Jullie lekker spelen. Ja. Ik kan de vondsnacht ophalen. Oh ja. Pa en ma zijn nog wel even bezig. Lekker spelen maar. Zo, 1 uurtje later. En de auto is weer uitgepakt. De voordeur is weer bijna vrij van spullen. De woonkamer is er bijna goed. Maar hierboven is het ook goed, hè? Nou. Druk het een beetje wat uitpakken. Nog steeds midden in het uitpakken. Schone was kan weer terug in. Of schone. Het is allemaal schoon. Dus dat had je eigenlijk niet mee. Even... Hé? Hey? Ja, dat zeg je altijd. Dus had je aan het niet mee te nemen. Maar weet je wat het is? Je weet nooit wat er gebeurt. Wat voor weer het is. Dus je hebt altijd meerdere opties mee. Ja. Nou, ik zeg toppie. Ja. Oké. Okay. Zeg 3 kinderen, hè? 3 kinderen. Ja, 3 kinderen. Nou, goed gedaan, liefste. Ja. Huh? Nou, alles weer uitruimen. Dat is het leukste werk. Yes. Nou, ik zit dus hier dus alles op te ruimen. En ondertussen heeft Luan natuurlijk zijn discobox, wat hij voor zijn verjaardag heeft gekregen, al op zijn kamer gezet. Kijk. Ah, jongen. Ah, zingen.
Luxie. Luxie? Oh, Luxie die loopt hier rond. Heb je daar pepermuntjes gevonden? Heb je pepermuntjes gevonden, liefie? Hoe kom je daar nu weer aan? Zaten die ergens in een tas? Nou, en kijk dan. Ondertussen is het helemaal gaan regenen buiten. Dus ik doe snel even dit raampje dicht. En ik heb hier even de was zitten sorteren. We hebben hier de witte was, de bonte roze was en de donkere was. Dus die ga ik even aanzetten en dan gaan we weer 3 wasjes draaien. Nou, ondertussen alle koffers opgeruimd. De kamers die zijn weer helemaal ingeruimd en wel. Alles staat weer op zijn plek waar het hoort. Het zit weer netjes in de la. Moest er even dicht. En we gaan nou naar beneden toe. Kinderen zitten volgens mij al even lekker op de bank geploft. Luxie heeft de trap gekropen. Luxie die klimt tegenwoordig half op de trap. Schatje, kom hier. Mijn kinderen zijn even op de bank gesprongen, want het begint dus te regenen buiten. We hebben zo net lekker gespeeld. En ja, wat zijn ze aan het kijken, Luxie? Paw Patrol. Is niks te? Ja, Luxie. Nou, wij zijn weer lekker home. Sweet home, zoals ze altijd zeggen. Vond je dit nou weer een leuke vlog? Vond je de vakantievlogs leuk? Doe even een duimpjes omhoog. Wil je ook een duimpje omhoog? Waar is jouw duimpje? Luxie doet iedere keer zo als we duimpje omhoog doen. Het zingetje, dat deed Lucilla vroeger ook, hè? Doe de duimpjes omhoog op de vlog. En vergeet niet te abonneren. Klik ook even op ons belletje. Zo blijf je op de hoogte van de vlogs. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Tot morgen. Volg je hart, bom bom mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, bom bom mee. Geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, bom bom bom, bom bom mee. Dans mee.